Hey, dag meisjes. Hey. Aangenaam. Aangenaam. Ik ben Lien. Ik ben Serge. Ik werk op de marketingafdeling van Lidl. We starten binnenkort met een nieuwe tv-campagne en ik kan, als jullie willen, jullie vandaag al een keer meenemen om te gaan kijken. Hebben jullie zin? Gaan jullie mee? Ja. Oké, okay, top. Okay. Dan zijn we weg. Hè? Perfect. Goed, we zijn er. Dat is BBDO. Dat is ons reclamebureau. We doen heel veel zelf in marketing. We hebben ook een expertise in bepaalde media en bepaalde inzichten. We maken een folder zelf, we maken heel veel affiches en dergelijke voor in de winkel zelf. Er zijn productmarketeers, er zijn collega's die op de websites werken, op de webshop werken en zo. Dus dat is echt ons deel wat wij al jarenlang ook zelf doen. En anderzijds hebben we hier ook een stuk expertise bij BBDO die in campagnes ook heel sterk zijn. We lanceren binnenkort een nieuwe verscampagne met een heel nieuwe tv-spot. We hebben de shoot al gehad 2 weken geleden. Ik ben benieuwd of we gaan binnen mogen en dan gaan we het zien. Hey. Ja, dat klinkt. Ik heb vandaag wat meegebracht. Serge is een klant. We mogen altijd in de zetel zitten. Wat we vandaag gaan bekijken hier is de nieuwe tv-campagne van Lidl. Een bakje champignons. Wat is dat eigenlijk waard? Wat vonden jullie? Goed? Of gaan jullie doorspoelen op televisie? Nee? Ja, dus je hebt net onze tv-spot gezien. Vers is heel belangrijk in onze strategie. Net als humor dan? Zeker. Dat maakt ook wie dat we zijn. Want vers is iedereen. En dat verrassende, die humor, is eigenlijk wat dat ons echt Lidl maakt. En heel veel mensen zijn jullie dan bij marketing? Goh, vandaag zijn we met een 40-tal. Dat is eigenlijk wel echt super tof om die afdeling zo te voelen. En we groeien en daar ook gewoon aan deelgenomen te hebben. Ik heb honger. Ah ja, just. Ik moet mijn boodschappen nog gaan doen. Goed. Ja, we gaan boodschappen gaan doen. Ja. Het was leuk. Zal je dan nu denken binnen 2 weken als ik de spot op tv zie? Zeker doen. Heel goed. Wat zeg je? Dag! Dag!